Paragraaf 2.3 gaat over de Grieks-Romeinse cultuur. En dat is raar eigenlijk, want in paragraaf 2.1 hebben we ook al een gedeelte van die Grieks-Romeinse cultuur gezien. Daar ging het namelijk over de Griekse wetenschap en filosofie. En ook in paragraaf 2.2 hebben we al geconstateerd dat de Romeinen een deel van die Griekse cultuur over gaan nemen, waardoor dus echt een Grieks-Romeinse cultuur ontstaat. Gaan we dat dan nu weer opnieuw behandelen? Nee, de titel van deze paragraaf klopt eigenlijk niet, want we pakken er maar een heel beperkt gedeelte van die cultuur uit in dit boek. Deze paragraaf gaat namelijk over het volgende kenmerkend aspect: de klassieke vormentaal van de Grieks-Romeinse cultuur. Klassieke vormentaal, wat wordt daar precies mee bedoeld? Nou, in ieder geval eigenlijk gewoon heel simpel zijn dat vooral de materiële overblijfselen van die Grieks-Romeinse cultuur, namelijk de beeldhouwkunst, de standbeelden en de bouwkunst, de architectuur, de gebouwen. Ja, het lijkt me duidelijk dat deze paragraaf vooral een culturele invalshoek heeft, maar nogmaals, het blijft dus vooral beperkt tot beeldhouwkunst en architectuur. En we gaan eerst eens kijken wat de kenmerken zijn van die Griekse beeldhouwkunst en architectuur, en vervolgens gaan we kijken naar wat de Romeinen ermee gedaan hebben, wat die eraan toegevoegd hebben. Het is wat dat betreft dus een heel beperkte paragraaf, dus we lopen gewoon even snel door de hoofdpunten heen. Eerst die Griekse beeldhouwkunst. Hier links zien we een duidelijk voorbeeld van een Grieks standbeeld waarin eigenlijk de drie belangrijkste kenmerken van de Griekse beeldhouwkunst naar voren komen. Dit standbeeld is namelijk driedimensionaal. In tegenstelling tot veel andere culturen uit de oudheid gaan de Grieken al heel snel driedimensionale beelden maken. Beelden met diepte erin. Beelden waar je omheen kunt lopen, die je van alle kanten kunt bekijken. Daarnaast is dit standbeeld anatomisch correct. En de anatomie heeft te maken met het lichaam. Anatomisch correct wil zeggen dat het standbeeld zo is afgebeeld, zoals de mens er in werkelijkheid ook uitziet. Kijk bijvoorbeeld naar de rechterhand van die discuswerper. Die hand waarmee hij de discus dus vast heeft. Daarin tellen we duidelijk 1 duim en 4 vingers. Juist zoals het in werkelijkheid ook is. Maar als we dan eens goed naar het lichaam van deze man gaan kijken, dan zien we meteen het volgende kenmerk van de Griekse beeldhouwkunst terugkomen. Want deze man ziet er toch wel uit als een soort superatleet. Hij is afgetraind, hij is sterk, hij is gespierd. Het is eigenlijk de perfecte atleet. En het laatste belangrijke kenmerk van de Griekse beeldhouwkunst is dat die standbeelden vaak geperfectioneerd waren. En dat zien we hier ook wel in terug. Als je een studie van de oude Grieken zou maken en je zou daarbij alleen gebruik maken van de standbeelden die er nu nog zijn, dan zou je het beeld krijgen van een maatschappij waarin alleen maar supermannen en supervrouwen leven. Sterke, gespierde mannen en knappe vrouwen met het perfecte figuur. En dat is niet zo natuurlijk. Zou een beetje raar zijn. Waarom deden die Grieken dat dan toch? Die standbeelden zo perfect maken? Omdat zij vaak religieuze standbeelden maakten. En ja, je gaat de goden natuurlijk, die ga je zo goed mogelijk, perfect dus, ga je die afbeelden. Oké, hier dus even heel kort de drie belangrijkste kenmerken van de Griekse beeldhouwkunst. Veel meer wordt er in de paragraaf niet over gezegd. Gaan we door naar de Griekse architectuur. En hier zien we daar een voorbeeld van. Een oude tempel, ruïne zoals we die in tegenwoordig Griekenland nog steeds heel veel zien staan. En op deze foto zien we gelijk de belangrijkste kenmerken van zo'n tempel terug. De belangrijkste onderdelen, moet ik eigenlijk zeggen. In het boek worden ze ook genoemd, maar daar kun je er misschien lastiger een voorstelling bij maken. Dus vandaar dat ik nu even die termen opnieuw herhaal. De top van de tempel is het fronton, ook wel het tympaan genoemd. Daaronder zit een band met allerlei versieringen, afbeeldingen erin vaak, de frieze. Vervolgens krijgen we een heel belangrijk onderdeel van de constructie, een steunbalk die de architraaf werd genoemd. En dan hebben we de bovenkant van de zuil, dat is het kapiteel, en dan hebben we dus de zuil zelf. Oké, deze vijf termen die worden ook in het boek genoemd. Nu heb je er met een afbeelding waarschijnlijk een iets betere voorstelling van. Gaan we eens kijken naar die zuil, want aan die zuil, daar kun je een heleboel aan zien. Die zuil die bestond er in een heleboel verschillende stijlen. En we pakken de drie belangrijkste stijlen er even uit. En hier zien we die drie meest voorkomende zuilstijlen. Ze staan op volgorde van de tijd.
De oudste cel is de bovenste. De celstijl die er als laatste bij kwam, dat is de onderste cel. Maar begin dus even bij die bovenste. Die bovenste cel ziet er heel simpel uit, zonder al te veel versiering. Dat is de zogenaamde Dorische cel, of de cel in de Dorische stijl. Dat zijn de strakke lijnen en als er al versiering is, dan is die heel erg simpel. Weinig tot geen versiering dus. De volgende cel die hier rechts staat, dat is een cel in de zogenaamde Ionische stijl. Die zuilen zijn vaak wat smaller en die hebben al meer versiering. Die hebben daar bovenaan hebben ze zo'n krul erin zitten. Dat is het typisch kenmerk van een Ionische cel. En dan als laatste, dan zien we een cel met heel veel versieringen, vooral bladeren. Dat is het zogenaamde Corinthische cel. Veel versiering dus, waarbij je vooral bladeren tegenkomt. Die namen van die zuilen die slaan op de gebieden waar die celstijlen zijn ontstaan. Dat zijn allemaal gebieden uit die Griekse wereld. Maar die blijven uiteindelijk niet beperkt tot die gebieden. Die verspreiden zich door die Griekse wereld. En als de Romeinen die Griekse wereld over gaan nemen, dan verspreiden die stijlen zich dus ook over het Romeinse Rijk. En dat is waar het in paragraaf 2.2 ook al even over ging. Hieronder zien we het centrum van het oude Rome. En dan zie je dus al dat die Romeinen een aantal zaken van die Griekse architectuur over hebben genomen. En terwijl die Romeinen dus Griekenland in bezit namen, namen ze dus ook een groot deel van die cultuur van die Grieken over. En die verspreidden ze als de Grieks-Romeinse cultuur verder over de rest van Europa. Nou, dan zullen we eens even gaan kijken naar de Romeinse beeldhouwkunst en de Romeinse architectuur. Want wat we zien bij die Romeinen is dat zij in eerste instantie vooral die Griekse beeldhouwkunst en architectuur gaan kopiëren en dat zij er langzamerhand steeds meer een eigen stijl aan toevoegen, eigen elementen aan toevoegen. Nou, hier zien we een voorbeeld van een Romeins standbeeld. En daarin zie je een aantal overeenkomsten, maar ook duidelijke verschillen met de Griekse stijl, met die discuswerper die we net zagen. De Romeinse beeldhouwkunst is ook driedimensionaal. Dat zien we hier duidelijk terug. De Romeinse beeldhouwkunst is ook anatomisch correct. Deze man heeft een gezicht zoals dat eruit hoort te zien, met alles op de juiste plaats en in de juiste verhoudingen. Maar tegelijkertijd zien we ook een belangrijk verschil met de Griekse discuswerper. Waar die Griekse discuswerper een soort superman leek te zijn, kun je dat van deze meneer hier, deze Romeinse edelman, kun je dat toch moeilijk zeggen? En waar de Griekse beeldhouwkunst vaak geperfectioneerd was, was de Romeinse beeldhouwkunst veel realistischer. En dat zie je ook terug. Deze man is waarschijnlijk zo afgebeeld zoals hij er in het echt ook uitzag. En dan moet je toch heel eerlijk zijn, dan was dit niet zo'n heel knappe man. Oké, dus veel overeenkomsten met de Griekse beeldhouwkunst, driedimensionaal, anatomisch correct. Maar aan de andere kant is de Romeinse beeldhouwkunst dus ook veel realistischer. Hoe zit dat met de architectuur? Nou, bij de Romeinse architectuur zie je eigenlijk dat ze die drie zuilstijlen, Dorisch, Ionisch en Corinthisch, dat ze die door elkaar gaan gooien. Waar een Grieks gebouw, een Griekse tempel, eigenlijk altijd maar zuilen uit één bepaalde stijl had, zie je dat de Romeinen dat in hun gebouwen meerdere stijlen gaan verwerken. En een van de beste voorbeelden daarvan is misschien wel een van de belangrijkste, of in ieder geval bekendste gebouwen uit de Romeinse oudheid, het Colosseum. Hier zien we een gedeelte van de buitenkant. En als je heel goed kijkt, zie je dat ze de drie verschillende zuilstijlen in één gebouw combineren. En je ziet dus eigenlijk dat die Romeinen die Griekse cultuur overnemen, het een beetje door elkaar gooien, er eigen elementen aan toevoegen, maar dat er door middel van die Romeinen dus een groot deel van die Griekse cultuur over de rest van Europa verspreid raakte. En dat zien we in de wetenschap en de filosofie zien we dat gebeuren, maar dat zien we nu dus ook in deze paragraaf met de beeldhouwkunst en de architectuur gebeuren.